Willibies is begonnen als een jeugdbasketbalploeg voor kinderen uit de buurt. Voor alle kinderen uit de buurt. Hier wonen zowel middenklasse kinderen als kwetsbare jongeren. Er is minstens door die basket een zinvolle vrije tijdbesteding. Iets waar dat kinderen naar uitkijken. Ze gaan wel hun manieren houden, want ze willen echt wel bij de basket zijn. We hebben het over maatschappelijk kwetsbare jongeren. Dat betekent wel iets. Die gasten zijn ook iemand. Die hebben hun eigen verhaal. Die hebben vaak een rugzak mee. En die krijgen kansen bij ons. En als je dat interesse hebt in die gasten, dan lukt een en ander veel meer. Ik denk dat de Willibies wel bijzonder zijn in vergelijking met de clubs waar ik altijd heb gespeeld. In de zin dat de Willibies wel een gekleurdere ploeg is in het algemeen. Dat er meer jongens van verschillende origine bij elkaar zitten. En je moet inderdaad wel verschillende talen kunnen spreken. Misschien niet letterlijk dan, maar wel om kunnen met diversiteit of met een uiteenlopende groep van jongens. Ja, ik zelf, dan ook deels als verenigingsmanager vanuit de functie, volg ook naast het sportieve ook. Ik ken bijvoorbeeld de ouders ook vaak en ik volg hen ook naast het veld ook wel op. Dus dan leer je de jongens ook wel kennen en dan ken je de thuissituaties. Ik word gestuurd vanuit de stad Antwerpen en een van de opdrachten was een project rond huiswerk, begeleidingen uit te bouwen. En dat is sinds een paar weken van start gegaan. Spelers van onze club. Die heel vrijblijvend kunnen hier in de cafetaria, in een rustige omgeving, onder begeleiding van lesgevers hun huiswerk kunnen komen maken. Ik ga soms basket op het pleintje hier. En dan zag ik veel basketters en die zijn dan allemaal. Die hebben dan tegen gezegd, je moet eens proberen bij Willibies. En dan heb ik geprobeerd te trainen en zo, een match spelen. Maar dat was dan niet competities. En ik vond dat tof, dus ben ik ook blij verder gaan. We hebben een sterke band. We zijn allemaal goed bevriend en wij komen goed overeen. Het is gewoon hier, dat is allemaal verschillend. Dat is nooit hetzelfde. Elke training is anders. Maar onze coach, dus ja, wel een goede coach. Soms traint hij ons individueel als hij ziet dat iemand iets verkeerd doet. Ja, het is goed dat hij streng is. Zo kan hij ons alleen laten opletten in plaats van de hele tijd zitten spelen en luisteren.